Ze zien elkaar en Naga gaat er heel rustig heen. Goedemorgen mensen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag zijn we weer op de straten van Bussum. Voor, ja, dat is toch eigenlijk mijn roots waar ik vandaan kom. En ik ben hier vandaag om even mijn haar te laten knippen. Want dat is een beetje lang geworden en het zit echt gewoon totaal niet meer. Dus het is maar goed dat ik van Enzo ooit die pet heb gekregen. Ik draag nooit petten, maar ik dacht vandaag is het op zich wel passend. Omdat het gewoon echt niet zit. Daarna ga ik even naar mijn ouders toe om weer natuurlijk even mijn lieve hondje te begroeten. Maar ook om mijn paspoort op te halen. Want morgen ga ik op pad. Ik ga niet alleen, ik ga samen met Enzo op pad. Dus dat wordt super gezellig. We gaan, ik ga nog niet vertellen waarheen. Maar blijf gewoon kijken. Nu ga ik dus even naar de kapper. En jullie zien straks wat het eindresultaat is. Oh, dames en heren. Wat is het geworden? Wat is het geworden? Hey, hij is weer kaal. Er is een heel stuk vanaf. Ik ben wel blij dat het eraf is. Want ik word altijd gek van mijn lange haren. Maar de eerste paar dagen van net geknipt zijn zit nooit. Dus dat is helaas jammer. Maar maakt niet uit. Want ik heb gewoon super veel zin in morgen en in de trip die we gaan maken. Alleen moet ik daarvoor dus eerst nog even mijn paspoort ophalen. En dat doe ik nu bij mijn ouders thuis. En hopelijk is het lieve hondje er ook. Dan kan ik die nog even knuffelen. En kunnen jullie haar ook weer zien. Dus we gaan nu lekker even naar binnen. Daar is ze dan, ons lieve Dotje. Er komt ondertussen nog even een kat langs lopen. Dat is spikkeltje voor de mensen die haar niet kennen. Dottie, hoe is het met jou? Kijk eens wat ik voor je heb. Ik heb een hond voor je. Een hond voor een hond. Of nee, wacht even. Het is een varken. Sorry. Wil je hem? Kijk. Woe. Nu ben je mooi. Oh. Hey. Wat gezellig dat je weer in de vlog bent. Ik heb mijn paspoort gescoord, dames en heren. De Europese Unie, Koninklijk der Nederlanden paspoort. En de reden dat ik deze moest halen en eigenlijk niet mijn ID, was omdat mijn ID verlopen was. En blijkbaar als je die wil aanvragen, dan duurt dat gewoon een week en kost het heel veel geld. Dus daarom heb ik deze even bij mijn ouders opgehaald. En nu gaan Dotje en ik nog even knuffelen. Toch, Dot? Waar ben je nou aan het kijken? Komt er weer een kat aan? Ja. Wil je... Wat is dat nou? Een eitje? Er komt opeens een eitje uit het hoe heet het nou, het kattenhokje. Wil je ook nog een paspoort erbij eten? Nee? Nou, Dutje en ik gaan nog even lekker verder knuffelen. Daarna gaan we richting huis, want vandaag is de grote dag dat Naga en Monster elkaar eindelijk gaan ontmoeten. En dat gaan we natuurlijk thuis eventjes doen. Nam nam nam, tijd voor een heerlijke lunch. En in de tussentijd had Maisha blijkbaar een packopening gedaan, want onze lokale supermarkt heeft allemaal... dingetjes die je krijgt bij als je natuurlijk een bepaald aantal euro's betaalt. En wij hebben een... koe! Een koe! Een koe erbij. Maar er zit een weetje bij. Precies, en dat wilde ik jullie laten zien, want jullie kennen misschien wel mijn Wouters weetje. Nou jongens, dit is een boerenslim weetje. He. Koeien zijn geen uitslapers. Ze slapen maar... Heb je hem al gelezen? Nee. Hoe lang denk je? Hoeveel ze per dag slapen? Ja. Poeh, nou ik weet het. Nee, koe. Oh, dat durf ik echt niet te zeggen. Een gokje. Maar staan ze slapend? Weet ik niet. Nee, ik denk het haast niet. Nee. Ik denk het wel. Volgens mij kunnen paarden ook gewoon staan okay, slapen. Oké, nou, laten we zeggen dat ze... Mens doet 8 uur, maar ze hebben een... Oh, ik weet het niet. Dat is een quiz om het spannend. 5 uur? Ja. Het goede antwoord is 20 minuten. Wat? Ze slapen 20 minuten per dag. Zo hebben ze de rest van de tijd... De rest van de dag tijd voor andere dingen, zoals het herkauwen van voedsel. Wat super handig. Dat zou ik ook wel willen. Dat ik gewoon dit ga eten en dan gewoon nog om 12 uur 's nachts. Dat ik denk van, oh, hey, ik proef nog een beetje grillworst. Konijnen doen dat ook. Oh, dat is waar, ja. En over konijnen gesproken is vandaag wel een speciale dag. Ja. Want ze gaan elkaar eindelijk ontmoeten. Ik hoop dat ze verliefd worden. Vast wel, vast wel. We gaan ze straks dus waarschijnlijk in de hal daarachter gaan we ze laten ontmoeten. En dan ben ik heel benieuwd, want het kan dus of goed gaan, of niet goed. Oh ja, het gaat sowieso goed. Ja. Dat gaan we dus natuurlijk straks zien. Dames en heren, het is tijd. Hier hebben wij allemaal lang op gewacht. We gaan eindelijk Naga en Monstertje samenbrengen. Het is super spannend, we hebben super veel zin in. Het kan natuurlijk meerdere kanten op gaan, dat is vrij normaal. Dus mocht het een eerste keer niet lukken of niet helemaal goed gaan... Dan is dat geen probleem, dan kan je later weer ze aan elkaar introduceren. Voor nu hebben wij dus de gang. Wow, dat was even licht.
Wij hebben hier de gang even helemaal schoongemaakt. Hier zijn ze allebei nog nooit geweest, want ze moeten elkaar ontmoeten op neutraal terrein. Het moet dan ook redelijk groot zijn, dat ze niet bij elkaar zijn. Dat is hier perfect. En we hebben de deur die we heel makkelijk kunnen dichtdoen, waardoor het natuurlijk een semi-afgesloten ruimte is. Mochten ze dus elkaar niet zo leuk vinden, dan kan Naga daar gaan zitten en Monster hier of zelfs nog hier om de hoek. Maar mochten ze elkaar wel leuk vinden, dan kunnen ze gewoon naar elkaar toe. En we zijn zo benieuwd hoe het gaat lukken. Wat denk jij, schatje? Gaat het een beetje goed? Ik hoop het. Je hoopt het? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Mijn verwachting is eigenlijk dat ze vrij snel naar elkaar toe gaan. En dat Moni de liefde gaat bedrijven, zoals je dat mooi kan zeggen, met Naga. Dat gok ik. En dat is heel normaal, zeg maar. Als ze elkaar leuk vinden, dan is dat ook normaal. Het is niet dat Moni een viezerik is of zo. Nou. Oké, dat misschien ook, maar je weet wat ik bedoel. En wat verwacht jij? Ik denk dat Naga heel lief gaat zijn en meteen een monstertje gaat toelaten en dat het goed is. Dat denk ik, want Naga is echt heel lief. En toen we er gingen ophalen bij de dierenwinkel, toen was ze ook al onderdanig aan anderen. Ja, dus ze is het al gewend. Want je hebt altijd een onderdanige en een En de meisjes zijn altijd onderdanig. En ook als je twee mannetjes hebt, gaat bijna nooit goed, want die zijn allebei dat ze dominant willen. Ja, dus ze willen allebei de baas zijn. Daar komt het eigenlijk niet. Oké, dus nou, we gaan het zien, we gaan ze erbij pakken. Oh, ik vind het zo spannend. Ik vind het ook echt super spannend. En volgens mij, ze hebben geen idee dat het eraan komt dat ze het gaan doen. Maar wij gaan ze even pakken en dan eventjes in deze plank neerzetten. Daar gaat de allereerste monstertje gaan we neerzetten. Monster zit dus nu in de hal en ik ga even Naga pakken en erbij zetten. Nou, hier heb ik ons Nagaatje. Je ziet Monster zit dus helemaal daar rechts achterin. En ik ga Naga hier gewoon in het begin neerzetten, dat ze dus niet bij elkaar zijn. En dat ze zelf kunnen kiezen waar ze heen gaan of wat ze gaan doen, noem maar op. Zo. Zullen we de deur dicht doen? Yes. Dat ze in ieder geval niet die kant op kunnen. Oeh, Moni! Ze zien elkaar en Naga gaat er heel rustig heen. En ik sta dus wel klaar. Oh, ze gaan om zich heen draaien. Ik sta dus wel klaar dat mocht het fout gaan, dat ik in ieder geval kan ingrijpen. Maar ik ga er niet van uit. Ik denk dat ze gewoon lekker elkaar gaan ontmoeten. Kijk. Oh, ze geven neusjes. Oh, kijk, ze is meteen al mee daar. Ja, ze gaat dus meteen met haar hoofd naar beneden. En dat is een goed teken. En ja, hier... Is dat geen waar? Jezus, Monster. Dit is wel heel awkward, hè? Oh, maar kijk, ze meteen helemaal lief tegen Ja, ze elkaar. Zitten nu meteen lekker tegen elkaar. Misschien film ik dit stukje maar even. Oh, ze vertrouwen Jeetje. Elkaar echt meteen. Zo lief. Zeg maar, beter dan dit had het niet kunnen gaan, jongens. Heeft hij er niet gebeten of iets? Nee, nee. Oh, ja, oh, en even, ja. Ja, dat hoort er helemaal bij natuurlijk. Dit is de natuur. Hoe vind je het? Dit heb je ook nog nooit meegemaakt, super hè? Super awkward. Maar ja, het is echt is heel wel awkward. Dit is de natuur natuurlijk die zijn gang gaat. Ja, want dit is ook echt gewoon hoe het had moeten gaan. Ja, als het goed ging. Wel. Want we hebben echt overal gelezen en we hebben nog even aan de dierenarts gevraagd en zo. Zo, ze zijn weer een beetje uit elkaar. Maar het is dus allemaal super goed gegaan. Moni zit daar rechts. Naga zit hier. Hey, Naga. Lievertje. Hé, hey. Oh, ze gaat zelfs gewoon uit zichzelf even naar Moni toe. En ze zijn dus lekker neusjes aan het geven. En ja, Moni is weer... Moni is wel echt een hitsig mannetje. Ja, echt. En na de spannende eerste momenten waar Moni eigenlijk wilde laten zien wie de dominante was, zijn ze nu heerlijk samen en bij elkaar. En het mooiste is dat ze dus met de neuzen bij elkaar zijn. Want dat zijn de meest kwetsbare punten van een konijn. En dit is toch eigenlijk wel dat ze elkaar vertrouwen. En het feit dat Maïsje erbij mag zijn, is echt al helemaal goed. Dus ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de eerste ontmoeting heel erg goed is gegaan. Nou, nu alles goed is gegaan, is het tijd dat we denk ik een groter hokje gaan maken. Ja. Yeah. Dus we gaan even de attributen erbij pakken. We willen ze nog wel even binnenhouden. Om in ieder geval even een geïmproviseerd hok te maken. We hebben al iets in gedachten dat ze lekker veel ruimte hebben. Want dat is wel belangrijk, dat ze ook nog in het hokje zelf... niet de hele tijd bij elkaar hoeven te zijn. Want ja, net zoals bij mensen wil je ook niet altijd per se bij elkaar zijn. En nee. Zeker als ze net samen zijn, is het wel belangrijk dat ze gewoon goed uit elkaar kunnen gaan. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Bij nader inzien hebben we toch besloten om de konijntjes nog heel eventjes apart te doen. En de reden daarvoor is eigenlijk omdat Moni nog wel heel erg druk was. Zoals je kon zien was hij heel erg
opgewonden om Naga te zien. En dat is heel normaal. En dat is heel goed. Het is allemaal goed verlopen. Alleen we merkten dat Naga het op sommige momenten toch niet helemaal fijn vond. En op zich is dat niet heel erg. Want je moet natuurlijk iemand hebben die dominant is en noem maar op. Maar het kan zo zijn dat op een gegeven moment als Naga niet helemaal onderdanig wil zijn, dat ze terug kan vechten. En we willen niet dat dat gebeurt. Want wanneer dat gebeurt, dan moet je ingrijpen. En wij gaan straks naar bed. En we willen niet dat als wij slapen, dat het dan gebeurt. En ze hebben dus nu niet heel erg lang met elkaar samen geweest. Ze zijn nu denk ik 5 uurtjes samen geweest of zo. Dus we willen eigenlijk morgen ze pas echt samen doen. Zodat we goed kunnen toekijken en in ieder geval kunnen ingrijpen als iets misgaat. Want in sommige gevallen kan dat zelfs fataal zijn. En we hebben ons heel goed ingelezen over alles en over alle beslissingen en over hoe ze zich gedragen. We zijn er letterlijk 4 uur mee bezig geweest. Dus ik waardeer ontzettend jullie comments altijd over hoe bepaalde dingen moeten. Maar er zijn heel veel manieren hoe je met konijnen kan omgaan. En we hebben heel erg goed nagedacht over wat we nu doen. En we denken dat dit de beste oplossing is. Dus we hebben ze hier samengezet. Het gaat gewoon, zoals ik al zei, helemaal goed. Ze zijn nu ook lekker een beetje bij elkaar aan het kijken. Hey, Nagaatje. Het gaat ook helemaal goed. Alleen we willen gewoon het risico niet nemen. Dus daarom hebben ze nog heel eventjes apart gedaan. Ze kunnen elkaar wel zien en aan elkaar wennen. En dan gaan we gewoon morgen gaan we ze wel lekker samen doen. Het was tijd om in te pakken. En zo gezegd, zo gedaan. En dat is letterlijk wel echt zo gedaan. Want ik heb letterlijk maar 3 stukken op het moment in mijn tas zitten. Ik heb een onderbroek, een t-shirt en wat sokken. En dat is het eigenlijk. Want ik ga niet heel lang op reis. Sommigen van jullie dachten dat we nu al naar Mallorca gingen. Dat is pas later. Dus ik heb hier mijn speciale dingen. Paspoort. Ik heb daar de vliegtickets. Het is nu alleen vrij laat geworden. Het is nu alweer 3:10 s'nachts. En wij moeten morgen, of eigenlijk overmorgen als we daar aangekomen zijn, om 7:00 ochtends op. Dus dat wordt super zwaar. Maar het wordt wel echt ontzettend leuk. Ik heb alle video's geüpload die er de komende dagen online moeten komen. Dus jullie blijven gewoon die vlogs krijgen zoals beloofd. En jullie blijven natuurlijk gewoon nog steeds die gaming video's krijgen. Ik heb de belangrijkste dingen, wow, zoals je daar ziet, heb ik er altijd staan. Mijn grootste reistip is gewoon om altijd je belangrijkste dingen in ieder geval klaar te leggen. En als je dan een keer een shirtje vergeet of een tandenborstel, dat is wel te overzien. Maar als jij zonder je paspoort op het vliegveld staat, dan ben je iets verder van huis. Dus zorg dat je altijd je belangrijkste dingen mee hebt. En dan ga ik denk ik naar bed, want ja, ik heb eigenlijk alles ingepakt. Zoals ik al zei, het gaat niet een hele lange reis worden. 2 dagen gaan we er zijn. En jullie gaan morgen het hele avontuur meemaken. Het gaat super gezellig worden. Ik wil je in ieder geval nu ontzettend bedanken voor het kijken. Vond je het nou leuk? Doe even dat duimpje omhoog. En vergeet dus zeker niet te abonneren. Want er gaan hele leuke avonturen aankomen. Ik weet zeker dat jullie de komende 2 dagen sowieso heel vet gaan vinden. Dus blijf kijken. Kijk morgenochtend om 7:00 ochtends. Want dan gaan wij lekker op reis. Ik wens jullie een hele fijne ochtend, middag of avond toe. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Tot morgen mensen. Ciao.